hoort een verhaal over nitraat en nitriet. Over vleeswaren, gezondheid, kanker, seks en contraspionage. Nitriet, nitrieten, zijn afkomstig van salpeterrichtzuur. Meestal zijn het zouten, zoals E250 natriumnitriet. Dat wordt toegevoegd aan gehakt, vleeswaren, worst, zoals salami, maar ook ham, spekjes en ook soms aan vis. Dat doen ze om verkleuring te voorkomen en tegen woekering van bacteriën zoals Clostridium botulinum, botox knakworstjes. En nou is het probleem niet zozeer het nitriet zelf, als wel dat er uit nitriet weer nitrosamine kunnen ontstaan en die zijn kankerverwekkend. Nitraat is afkomstig van salpeterzuur. Een kaliumnitraat, salpeter, is dan een goed voorbeeld. Dat nitraat dat kan langzaam weer omgezet worden naar nitriet. En dan zijn we waar we net al starten. In principe vind je ze in dezelfde voedingswaren, daar zijn ze voor goedgekeurd. Maar ook voor kaas. Nitraat kom je nog wel eens in kaas tegen, als je het label leest. Nitraten zijn ook meststoffen, zoals hier. Chilisalpeter, natriumnitraat. Dan heb je ook ammoniumnitraat en die nitraten die worden gebruikt in buskruid. Ja, ammoniumnitraat, daar kun je heel flatblok mee opblazen. Als je weet hoe, vraag maar aan Anders Breivik. Bij het gebruik van kunstmest kan veel mest, nitraat, achterblijven in bijvoorbeeld bladgroenten zoals spinazie. Het kan ook zijn dat het zo in het grondwater terechtkomt, in het oppervlaktewater en zo in ons drinkwater. Nitraat is niet gezond, maar nitriet is minder gezond. We gaan even kijken in de winkel wat daar ligt aan vleeswaren en wat daarin zit. Labeltjes lezen, heel belangrijk. Hier bij deze spekjes kunnen we aan de achterkant de ingrediënten lezen. En we zien duidelijk E250 natriumnitriet. En daarnaast zijn er nog andere E-nummers, maar dat zijn zuurregelaars zoals citraat, acetaat en ascorbaat. En dat is vitamine eigenlijk, vitamine C. En andere vleeswaren is wat moeilijker te zien, maar steeds weer E250 wat je in die vleeswaren tegenkomt. Liever niet. Als je bij de slager bent, vraag dan niet of die nitriet gebruikt, maar vraag hoeveel nitriet die gebruikt. Of beter, vraag hoeveel kleurzout die gebruikt. Dat gaan we doen. René, ja. Hoeveel kleurzout gebruik jij in je vleeswaren, je gehakt? Helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Nee. Maar hoe kan het dan dat jouw vlees niet verkleurt? Mijn vlees verkleurt juist wel, alleen als ik het vaak gemeerd heb, dan blijft het mooi in kleur. Zodra ik mijn vleeswaren openmaak, ze hebben uit het vacuüm weghaald, ja. En die gaat snijden. Mijn vleeswaren blijven ook 3 dagen mooi. En dan, okay. Dan begint het echt te verkleuren. Wij gebruiken zeezout. Zeezout? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik gebruik ballenzout, ik gebruik kelderzeezout heb ik wel gebruikt. En Himalaya-zout heb ik wel gebruikt. We gebruiken nu gewoon normaal zeezout. Dat wordt gewonnen in maar geen nitriet. Totaal geen nitriet. Daarom is mijn ding ook niet lang houdbaar. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt. En dan moet je tot slot natuurlijk je slager even in de ogen kijken om te zien of die de waarheid spreekt. Ouderwets en zonder certificaten. Salpeter werd al eeuwen voor onze grootouders gebruikt voor de bereiding van ham. En salpeter zelf komt voor in de natuur. Maar dat zegt allebei nog niks. Feit is wel dat als je te veel nitriet binnenkrijgt, dat dan hemoglobine zich kan omzetten naar methemoglobine.
En dat kan de opname van zuurstof belemmeren. Dat is natuurlijk het probleem. Dat is iets om voor op te passen bij jonge zuigelingen tot 6 maanden met de voeding. Dus onder andere met spinazie uitkijken. Over het ontstaan van nitrosamines uit nitriet, daar is ook nog wel wat discussie over. Want jaren terug beweerde koningin Wilhelmina Fons dat je nooit vis en spinazie tegelijkertijd moest eten vanwege de vorming van nitrosamines. Maar daar zijn ze van teruggekomen, want het zat toch iets gecompliceerder in elkaar dan ze in eerste instantie dachten. En om de verwarring wat compleet te maken, als je groenten neemt zoals bleekselderij of bieten. Een glas bietensap, daar zitten nitraten in, maar die zijn dan weer juist gezond. Dus als je nou gaat sporten, neem dan eerst een glas bietensap, rode bietensap, want dat werkt dan vaatverwijdend en dat is gunstig. Om diezelfde reden nam Alfred Nobel, de uitvinder van de Nobelprijs, zo af en toe een theelepeltje nitroglycerine onder zijn tong voor zijn hart. Nitroglycerine is eigenlijk glyceryltrinitraat. In dit flesje zit poppers, amylnitriet. Het kan ook isopropylnitriet zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Het wordt gebruikt in de homo-scene om een zekere spier tot ontspanning te brengen. En het is funest voor je immuunsysteem. Maar het kan je ook het leven redden. In de tijd van de Koude Oorlog werden aanslagen gepleegd met blauwzuurgas. Met een verstuiver. En dan kwam het cyanidegas bij iemand in het gezicht. Nou, die viel ter plekke dood. Degene die de aanslag pleegde, die moest vooraf even aan poppers ruiken om wat methemoglobine in het bloed op te bouwen, zodat hij zelf niet aan de aanval onderdoor zou gaan. Amylnitriet is dus een tegengif, maar dat geldt ook voor natriumnitriet. En wat wil het nou? Op EHBO's liggen dit soort boekjes die een arts vertellen wat hij moet doen bij een vergiftiging. En daar staat gewoon heel concreet dat natriumnitriet, E250, staat erin vermeld, net zoals dat amylnitriet wat ik net liet zien, bij cyanidevergiftiging. Maar je moet er maar uitkijken, want als je te veel doseert, dan krijg je weer te veel met hemoglobine. En daar kun je dus ook weer dood aan gaan. En wat is daar dan weer het tegengif tegen? Nou, dat is vitamine C, vitamine E, tocopherolen, maar ook methyleenblauw. Maar dat heb ik niet. Het probleem van nitriet is dus eigenlijk meer de nitrosamines die eruit kunnen ontstaan. Die nitrosamines die vinden we niet alleen in vlees, kaas, in vis, maar ook in bier, en in latex, tabaksrook en in nieuwe auto's. Dus sta je niet blind op vleeswaren voor dit onderwerp. Bedankt voor het kijken. Zoals altijd heb ik wat links op YouTube onder het filmpje gezet. Dus even kijk naar Show More, dan vind je ze. En als je me wil helpen, like dit filmpje dan en abonneer je op mijn kanaal.